Hoi, ik ben Raymond, thuissportspecialist, spieren kweken en afvallen tegelijkertijd. Kan dat? Oké, een aantal Japanse onderzoekers die hebben testen gedaan op ratten. Ze hebben ze 4 weken lang te veel voeding gegeven met veel vet en veel suiker. Ze kregen allemaal dezelfde voeding, behalve dat de eerste groep aronia-bessen kreeg, ook wel de appelbes genoemd. Nummer 2 kreeg blauwe bosbessen en de derde groep, die kreeg niks, was de controlegroep. En het gaat hierbij om de groep met de aronia/appelbessen. De eerste groep, de aronia-bestgroep, die kreeg een hoeveelheid van 2300 milligram per dag als we dit om zouden rekenen naar menselijke hoeveelheden. Dus 2,3 gram per dag. Maar als je dit nou zelf wil proberen, kan je ook een ons gedroogde aronia-bessen per dag nemen. Om dit nog eens aan te tonen heb ik achter mij een aantal waardes opgeschreven. Hier staan de grammen per 100 gram toegenomen vet per rat. Ze hebben op 4 plekken gemeten. De nieren, bij de bijwal, bij de darmen en het gevaarlijke buikvet. De controlegroep kreeg bij de nieren 2,78 gram vet per 100 gram erbij. Bij de bosbessen ook ongeveer en de aronia groep was dit een stuk lager. Hetzelfde geldt voor de bijbal. 2,36, 1,73, dus een gram minder. Bij de darmen 1,6, ongeveer 1,6 en 1,4. En bij het buikvet 6,74, 6,39 en 5. Dus een verschil van 1,5 gram per 100 gram. Dus zijn aroniabessen het nieuwe superfood? De ratten werden wel zwaarder, maar hun totale vetmassa nam af. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je er wat aan gehad? Druk dan op like en abonneer je op mijn kanaal. Op mijn kanaal vind je alle informatie die je nodig hebt om thuis te gaan sporten. Zowel van workouts tot voeding tot allemaal fitness gerelateerde vragen. Staat je vraag er nou nog niet tussen? Laat dan een reactie achter onder deze video of word lid van onze Facebookpagina. Bedankt!